De natuurlijke hulpbronnen van Suriname zijn het veiligst in handen van Grasalco. Dit zegt de nieuwe directeur van Grasalco, Linus Dico. Hij benadrukte vanmorgen tijdens een beleefdheidsbezoek van NH-minister Sergio Akinboto aan Grasalco dat de plannen die de voormalige directeur van het bedrijf had in een versneld tempo uitgevoerd zullen worden. We hebben eerder in het jaar in Vitropen versneld standaard met een GV is met een Frans bedrijf. We zijn nu in het proces om bij Natuursteen een andere samenwerking aan te gaan. Steenslag Royal Hill gaat verder. Worsley Jacobs komt erbij. En Maripaskong, waar we bezig zijn met zowel productie als exploratie, wordt verder gecontinueerd. Dico haalde enkele zaken aan die Grasalco dit jaar moet realiseren. Hij benadrukte dat het bedrijf momenteel steenslag naar Guyana exporteert. Met de oliefondsen voor hun kust zal Guyana volgens de directeur meer constructiemateriaal nodig hebben. En Grasalco kan aan die vraag voldoen. Dit jaar moeten we onder andere de beslissing nemen over hoe verder te gaan met wat die past. Tegen september, hoe verder te gaan met Worsley Jacobs. Zijn zaken die hun beslag moeten krijgen dit jaar. Ook later in het jaar, hoe het met Patamaka zal zitten. Onze focus is gericht naar de markt waar de vraag is. Dat wat betreft de andere Caribische eilanden, moeten we kijken wat de vraag is en wat de mogelijkheden voor ons zijn om daar naartoe te exporteren. Maar nogmaals, je exporteert omdat je verwacht daaruit winsten te halen. En tot nu toe laat zien dat Guyana een van de profitable plaatsen voor ons is om naartoe te exporteren. Dat was Linus Dico, de nieuwe directeur van Grasalco. Hij sprak vanmorgen bij het beleefdheidsbezoek van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akinboto, aan het bedrijf. Dico gaf tenslotte aan dat hij het beleid van Grasalco niet zal veranderen als daar geen behoefte aan is.